Een mini-informatiebeurs in samenwerking met de Pan-Amerikaanse Gezondheidszorg, PAHO. Dat is hoe het ministerie van Volksgezondheid op donderdag 12 december de Universal Health Day heeft gevierd. Met deze dag wordt onder meer beoogd dat burgers zelf op zoek gaan naar informatie over universele gezondheidszorg. Het initiatief voor deze mini-gezondheidsbeurs wordt gehouden in het kader van Universal Health Day. Op 12 december 2012 hebben we alle Verenigde Staten, de lidstaten van de Verenigde Naties, een overeenkomst getekend om dus universele gezondheidszorg te bereiken voor de totale bevolking. En deze doelstelling is gesteld tot naar 2030, dus we hebben een beetje ruim tijd om eigenlijk te kunnen zeggen van we gaan hard werken om universele gezondheidszorg voor iedere persoon overal en vooral in Suriname dus ook te kunnen behalen. Welke actoren zijn betrokken bij dit project? Vandaag bij de minibeurs hebben we dus PCS. We hebben gezien dus dat we ook in deze laatste periode heel veel mensen met mentale problemen hebben. Dus we willen de mensen bekend laten worden van, met het feit van dat PCS er niet is, om alleen maar wie de gedachte van PCS voor gekke mensen is al lang niet meer zo. Dus die drempel moeten we gaan verkleinen. En alle personen dus die met mentale problemen hebben, het maakt niet uit hoe groot of klein, kunnen dus naar PCS om eigenlijk voor hulp. En waarmee we dus geholpen zijn. We hebben verder ook FGD op de folie, op de bus en medische zending. Dat zijn onze eerste lijn zorg. Dat moet versterkt worden. Het moment onze eerste lijn gezondheidszorg versterkt is, krijgen we veel minder mensen die ziek worden en in het ziekenhuis belanden. Dus universele health, gezondheidszorg voor iedereen, is op de eerste plaats dus in de eerste lijn aan te pakken. Waarom is er voor deze locatie gekozen om hier die minibeurs te houden? Nou, we hebben een locatie uitgezocht in de stad waar we dus veel mensen kunnen bereiken. Mensen dus die eigenlijk daar een beetje meer naar de bevolking toe. En er komen veel mensen hier langs. Dus we hebben ervoor gekozen om een plek waar mensen langskomen, waar mensen kunnen interesseren om ook meer over zichzelf en de gezondheidszorg te weten. Is het een minibeurs voor één dag of zegt u van nee, het wordt meerdere dagen gehouden? Nee, het is voor één dag voor dit jaar. We hebben het in samenwerking met de PAHO georganiseerd. We hebben ondersteuning van de PAHO gehad in deze. En daarnaast ook van de andere organisaties natuurlijk zelf. Oh ja, ik ben vergeten dat het ministerie van Sociale Zaken ook op de beurs is. Omdat we weten dat sommige mensen gewoon de gezondheidszorg niet kunnen betalen. Mensen moeten dus ook weten van als ik niet in staat ben dat te doen, dan is het ministerie van Sociale Zaken altijd bereid te helpen. Ze moeten ook de drempel daarna moeten we weg zien te werken en de mensen daar zien te krijgen. Zodat iedereen de dekking voor iedereen er is. En de beurs wordt voor dit jaar voor één dag gehouden. Mogelijk als het vooral succes is, want we hebben tot 2030. Dus elk jaar willen we aandacht aan deze dag gaan besteden. Kan het zijn dat het groter gehouden wordt. Maar we willen vanaf dit jaar dus een start maken om de mensen bekend te maken met dus de gezondheidszorg. Waarbij we dus kwaliteitszorg moeten bieden. Verschillende diensten van het psychiatrisch centrum promoten. Psychiatrisch centrum Suriname is de enige instelling die zich bezighoudt met psychische problemen in Suriname. We gaan bijvoorbeeld de crisishulplijn EE4 promoten. We promoten de afdeling detoxificatie, polykliniek verslavingszorg. We promoten ook de afdeling spoedeisende psychiatrie en de andere diensten die we ook aanbieden. We gaan ook laten zien met welke ziektebeelden de mensen bij ons terecht kunnen zijn. Wat is uw boodschap vandaag naar de samenleving die niet weet waar PCS gevestigd staat en wat PCS precies te bieden heeft? Schaam je niet om naar PCS te komen als je met problemen zit, als je hulp nodig hebt. Kom naar PCS. Het is niet bedoeld voor mensen. Wanneer je naar daar komt, ben je niet gek. Je zoekt gewoon naar hulp. Kom gewoon naar PCS. Schaam je niet. En, onze aanwezigheid hier is op de beurs is om de RGD zoveel mogelijk te promoten. En de diensten van de RGD aan de bevolking van Suriname te wijzen. Welke diensten zoal? We hebben verschillende diensten. We hebben CB, wanneer de moeders bevallen zijn en moeten ze met hun baby's naar de RGD om te vaccineren. Schooldienst. We hebben schooldiensten. We hebben de chronische dagen. En
Eigenlijk biedt de RGD alles. Als u met gezondheidsproblemen zit, mag u altijd bij de RGD aankloppen.